Ja, ik heb weer een nieuwe Spaanse school gevonden. Maar nu in San Juan del Sur. Ik zit in het zuiden van Nicaragua. Ik heb net in Granada een weekje Spaans gedaan. En nu ga ik hier verder. Ik heb een uurtje minder genomen. 3 uur vond ik toch te veel. En in Granada was het echt afzien. De laatste 2 lessen was ik zo dood op. En was ik het zo ongelooflijk zat. Mijn docent die werkte normaal gesproken in een callcenter. Volgens mij was het helemaal geen leraar. En had hij een of ander notitieblokje voor zichzelf. Waarin hij alle werkwoorden had opgeschreven. En die ging hij allemaal op bord schrijven. En steeds weer nieuwe tijden. Steeds weer nieuwe werkwoorden die onregelmatig waren. En op een gegeven moment had ik tegen hem gezegd. Ik wil geen nieuwe werkwoorden meer. Ik moet eerst die anderen een beetje snappen en kennen en kunnen gebruiken. Maar dat kwam niet zo goed aan. Dus ik heb de rit wel uitgezeten, maar ik was super blij dat ik klaar was. Bij de school heb ik nu alles geregeld. Nu ga ik terug naar het hostel, even spullen pakken. Laat ik gelijk even zien hoe ik er daarbij zit. En dan naar het strand. En dit is de straat van mijn hostel. Dat, met die gele muren en dat groene hek. Nou, je hebt eerst een soort van buitenruimte waar iedereen 's avonds zit. Die hier logeert. Je hebt hier nog een soort van binnenplaatsje waar allerlei spullen staan. Nou, dan loop je door en dan kom je in de receptie. Kijk, ziet er zo uit. Nog een stapje verder, dan ga je naar de keuken. De keuken is voor gezamenlijk gebruik. En daar kook je ook wel eens samen met mensen. Het is best gezellig. Ik loop even door naar de keuken. Koffie staat al klaar. Hey, hola! Bij de slaapzaal is dan ook de buitenruimte waar je kan wassen. Hola! Hola! En dat betekent buiten, hè? Als het regent, dan heb je pech. Dan sta je gewoon je tanden te poetsen in de regen. En hier is de plek waar ik dus heel vaak ben. Wassen van mijn kleren. Nou, en dan uiteindelijk het klapstuk, de slaapzaal. Nou, het is altijd een beetje donker in de slaapzaal. Dus ik probeer even de deur open te trekken. Dit zijn de bedden, allemaal heel... Hola Mathilde! Hola! Buenos dias! Hier sliep ik eerst in dat bed, ik zal even aanwijzen. Dat bed, vreselijk bed, vreselijke positie. Tussen 2 bedden ingeklemd, dus ik ben heel snel verhuisd naar het luxe bed. En dat is hier. Dat is lekker bij de deur. Ook weer een buitenruimte. En ook nog 3 douches. Ik pak even mijn zwemspullen en dan op naar het strand. Nou, zwemmen, dat ga ik hier niet doen aan het strand van San Juan del Sur. Je ziet overal restanten van de storm Neet. Boten die in het zand zijn gegraven, stukken hout en stukken boom die uit het zand steken. Overal drijft hout. Nou, zwemmen, dan moet dan maar op de volgende bestemming. En dat is Ometepe.